En als je dan toch, je hebt de afgelopen week lastige keuzes moeten maken tussen de Amerikanen en het Maastrichtse collectief, hè, het Limburgse collectief, ook buiten Maastricht. Wat zijn de nadelen voor een lokale? De mensen zeggen wel eens, je hebt te veel bestuurders. Het is voor de mensen die er zelf in zitten misschien ook een nadeel, omdat het moeilijk is om ermee te stoppen, want dan heb je natuurlijk wat druk van buitenaf. Maar zijn het alleen voordelen of is het ook in die zin een lastige keuze geweest? Het is zeker een lastige keuze geweest. En voornamelijk op het gebied van financiën. Kijk, uiteindelijk hebben de Amerikanen veel diepere zakken. Dus daar hoeven we ook niet zo moeilijk over te doen. Maar ik vind, ja, we zijn een voetbalclub uit Maastricht. Ik heb gewoon de plicht om eerst te onderzoeken of de oplossing ligt ook in het Maastrichtse collectief. Het nadeel daarvan is gewoon echt de financiële situatie. En dat is ook omdat ik heb natuurlijk, dat weten jullie ook, bureau Hypercube heb ik aan laten sluiten. Ja. Hè, om te kijken van jongens, maar wat is nou de toekomst van MVV? En waar ligt die? En het blijkt gewoon, wij zitten gewoon echt in de gevarenzone. Dus ik heb ook vaker uitgesproken, wij kunnen bijna niet meer schrappen in de kosten. Hè. Ik kan de bitterballen uit de businessclub nog weghalen en dan heb ik echt ruzie. Ja. Maar meer is er niet te halen. Het zit niet in de kosten, het zit bij ons in de inkomsten. Nou ja, willen wij echt wel gewoon weer een stabiele eerste divisieclub worden? Ja. Of hebben we hogere ambities? Nou, willen we af en toe meedoen met de play-offs en zelfs kans hebben op promotie? Ja. Ja, dan moet er per jaar eigenlijk wel gewoon 2 miljoen bij. En dat is gewoon echt veel geld. Ook voor het Maastrichtse collectief. Ja. Dus ja, met wat zij kunnen dragen op dit moment, ja, kunnen we blijven bestaan. Hè? Maar ja, waar willen we met z'n allen naartoe? Maar en dat zijn wel de vragen die hiervoor liggen nu. Ja, want daar heeft Hypercube ook al een antwoord gegeven op bijvoorbeeld, hè, dat was ook een stuk in de krant, het interview met jou van, is het achterland groot genoeg voor MVV om structureel, hè, dat wordt hier ook wel vaak in het zuiden, we zitten met 3 clubs in het zuiden, om structureel top eerste divisie te gaan spelen. Ja, dat kan. Dus dat kan in de regio met ons achterland, in de regio Maastricht. Dat hebben we eigenlijk voor ten opzichte van andere clubs. Het lijkt de laatste 10 jaar ontzettend moeilijk. Dus waar baseren zij zich dan op dat wel kan? Nou, wat er voornamelijk is, maar de strategie die de afgelopen jaren gekozen is, eigenlijk nog meer besparen. Kijk, en Erik Noor heeft het wel omgedraaid. Die heeft eigenlijk wel gezegd, ja, wij moeten professioneler gaan handelen. En eigenlijk zegt Hypercube, en het is een klein beetje een open deur, maar ja, hoe beter je gaat voetballen, hoe groter ook het commerciële achterland wordt. En daar gaan we wel inderdaad weer concurreren met bijvoorbeeld Fortuna. Hè, want iedereen wil graag aansluiten bij degene die eredivisie speelt en niet eerste divisie. Maar we moeten nog beter gaan voetballen. En met het laagste budget doen we nu dus mee voor de play-offs. Ze gaan het al dan niet redden. Dat is overpresteren. En dat kan je ook maar zo lang doen. Hè. Dus we doen dat hopelijk straks 2 jaar op rij. Maar dat hou je niet vol. Dus ja, uiteindelijk zullen wij gewoon ook in het spelersbudget moeten investeren. Waardoor we aantrekkelijker gaan voetballen. Waardoor uiteindelijk de cirkel op gang komt. Die garantie heb je ook nog niet. Hè? Nee. Dat is ook nog een probleem. Ja. Maar je hebt dus de meest voorname uitdaging zijn A, het seizoen af kunnen maken. B is de WOA-procedure. Ja. En C? De licentie van de KNVB voor 15 juni. Ja. Dus dat is de sluitende begroting voor het komende seizoen. Ja, en het liefst nog binnen de WOA. Alleen ja, de WOA die gaat waarschijnlijk langer duren dan 15 juni. Dus ik heb echt nog wel een... De WOA duurt bij VVV een half jaar. Ja. Hoe lang heb je voor ogen? Nou, ik had 90 dagen, maar... Nee, ja, dus dat zijn echt wel gesprekken. En dus dat zit met allemaal stakeholders, met de Belastingdienst, met de gemeente, met de KNVB. Ja, het moet wel... Ja, het is echt passen en meten. Nou, in dat interview met Jelle Kleine, natuurlijk ga je geen bedragen noemen, maar hoeveel mensen moet je benaderen qua aantal? Het zijn 50, 60 mensen. Ja. Hoe ver ben je? Procentueel of absoluut? Heel ver. Oh, okay. Ja, zeker. En heel veel van die 50 gezegden zijn uiteindelijk allemaal kleine crediteuren. Die hadden gewoon meegekund. Alleen sommige facturen kwamen later dan de datum die wij hadden gezegd. Hè. Dus dan duurt het iets langer. Maar ja, het is voornamelijk inderdaad de Belastingdienst, KNVB meenemen. Gemeente is een belangrijke dag. Ja. Is de gemeente een beetje een goede gesprekspartner tegenwoordig? Voor MVV. Ja, maar ik vond dat al het hele seizoen. Maar de gemeente behartigt hun belangen. En dat doen ze ook hartstikke goed. Net zoals ik af en toe fel in de strijd zit om de belangen van MVV te behartigen. Maar ik vind de gemeente ontzettend constructief.